Vandaag verkeersexamen in Eibergen. We staan hierbij. Het spieken en de pikkenhal. Ja. We hebben een verkeersexamen voor 9 scholen uit Eibergen en Rekken. Ja. Waarvan 8 uit Eibergen en 1 uit Rekken. Er is een parcours uitgezet voor ongeveer 20 minuten. Kinderen vertrekken 2 aan 2 om de 45 seconden. En er staan 13 controleposten die letten op bepaalde punten. Steken ze de hand goed uit, kijken ze om, remmen ze voor bepaalde situaties. De scorelijsten worden naar de Menno te Braak gebracht. Er zitten 4 ouders die controleren de lijsten. Ja. Naar aanleiding van de punten gaan wij beoordelen, zakken ze of moeten ze een herexamen doen. Is dit nodig, dit examen? Vind ik wel. Het is voor de veiligheid voor de kinderen zelf. Ze fietsen wel, maar of ze echt met deze verkeerssituaties in aanmerking komen, dat durf ik niet te zeggen. Nee. Ze komen nu wel met een drukke straat in aanraking, de N18 waar ze over moeten. En toch ook bepaalde situaties waar ze misschien niet in de gewone gang naar school toe krijgen. En doen jullie dit elk jaar in Eibergen? Nee. Het gebeurt om de 2 jaar, het is een behoorlijke organisatie. Ja. Ze willen eigenlijk wel maar 1 jaar elk jaar te doen, maar daar gaan wij nog van af. We houden het gewoon 2 keer per jaar. Ja, en welke organisaties werken hier allemaal aan mee? Veilig Verkeer Nederland, de verkeersouders van de scholen, ja. Gemeente, politie, gemeente. Nou, dat zijn eigenlijk de mensen die eraan meewerken. Ja. En vooraf krijgen de leerlingen nog lessen op school over dit gebeuren? Als het goed is hebben de leerlingen gewoon verkeersles op school. Ja. De verkeerssituaties worden daar uitgelegd. Ze krijgen vlak voor het examen het parcours wat ze mogen rijden, mogen ze oefenen. Dus ze zijn niet helemaal vreemd op het parcours. Nee. En gaat iedereen slagen, weet u dat? Daar gaan we vanuit van wel. Ja. Er moet al zoiets extreems gebeuren dat we zeggen, wel nou ze zakken. Ja. Maar we proberen iedereen te laten slagen. Mocht het zo zijn dat ze veel punten hebben waar ze op kunnen zakken, krijgen ze nog een herexamen. Ja, ja. Ze krijgen een mooi diploma met een attentie erbij. Dus, Nou, veel succes vandaag. Dank u wel.